FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw Volendam. Vorig seizoen was hij nog assistenttrainer van Jong FC Volendam. Maar sinds dit seizoen staat hij aan het roer van de belofteploeg. De nog maar 33-jarige ex-voetballer is blij om de Volendamse talenten onder zijn hoede te hebben. Dat bevalt goed. Ik ben natuurlijk al van kleins af aan met voetbal bezig. En toen ik stopte, kon ik bij Katwijk aansluiten als assistenttrainer. En dan ga je de cursus doen en dan denk je van, nou, dat vind ik leuk. En dan is dat natuurlijk leuk om nu al bij Jong Volendam trainer te zijn. Ook vooral om dit project mee te maken met Team Jong en met de plannen die we hebben om er weer uit te komen, uit de Jupiler League. Ja, jij bent zelf begin 30. Jij had zelf nog een spelerscarrière kunnen hebben. Is het dan makkelijker om met een jong team te werken? Ik weet niet of dat per definitie jonger is, of makkelijker is, maar je hebt natuurlijk wel, je staat nog dicht bij het voetbal zelf. En ik heb zelf ook meegemaakt wat die jongens nu meemaken, dus ik denk wel dat dat meehelpt. Dat levert wel weer iets extra's op. Ja, de bedoeling is dat jongens vanuit Jong Volendam doorstromen naar het eerste. Dat is, neem ik aan, het grotere plan. Jullie spelen in een behoorlijk zware competitie. Hebben jullie ook een doelstelling binnen de competitie? Nou, de doelstelling is, eigenlijk spelen wij alleen tegen Jong Sparta. Omdat als we in het linkerrijtje eindigen, zijn we sowieso veilig. En anders moeten we Jong Sparta boven ons houden. Om play-offs of degradatie te ontlopen. Dus dat is een beetje zijdelings een doel. Maar het doel aan zich is wat je natuurlijk net schetst. En dat is dat spelers zich dusdanig ontwikkelen dat ze een meerwaarde kunnen worden voor het eerste elftal. En Johan, onder 19 is opgeven sinds dit seizoen. Dat maakt eigenlijk dat Jong FC Volendam nog jonger geworden is. Is dat een nadeel? Doet dat iets met je selectie? Hoe zie je dat? Het is wel een nadeel in de zin van dat de stap van de onder 18 naar Jong nog groter is geworden. Ik vond dat vorig jaar al vrij groot. Omdat ze in de competitie hadden ze het niet makkelijk. En dan is een stap naar de tweede divisie gewoon enorm. De top van de tweede divisie zal niet heel veel verschillen met onderkant Jupiler League. Dus ja, dan moet je snel aanhaken. Dan moet je vooruit. En daar gaan we hard mee aan de slag. Ja, als ik daar even wat jongens uitlicht. Robin Schulte komt uit onder 19 door. Lex Veerman komt zelfs uit onder 17 door. Als jij die twee jongens even als voorbeeld gebruikt, hoe zie jij hun ontwikkeling voor je en hoe doen die het in jouw optiek? Ja, die doen het goed. Robin heeft bij het eerste ook al een aantal, ik geloof 2-3 wedstrijden meegedaan in de voorbereiding. Die ontwikkelt zich goed. En datzelfde geldt voor Lex. Dus ook een jongen met veel potentie. Ook natuurlijk een hoop verbeterpunten, maar daar gaan we mee aan de slag.